Hey ook kijkers van Shadow Games 23. Ik ben Ronald en vandaag heb ik voor jullie een nieuwe episode van Ronald speelt Minecraft. En nou ja, vandaag gaan wij hier achter mij de Cocoa Bean Farm maken. En daar bovenop de heuvel voor de cow farm een farm shitje waar we alle farm rotsen in gaan storen. Maar goed, eens even kijken. Dan moeten we wel eerst even het water source hier naartoe verplaatsen. En de chest moet daar naar boven toe. Dus ja, maar goed, eerst even wheat farmen. Want wheat hebben we heel wat nodig. Dus ja, ik vind het echt fancy met die lilypads en zo. Dus ja, even kijken zo. En dat weer terugplanten. Want seeds hebben we namelijk ook nodig voor de chickens. Dus ja, want ik wil ook chickens gaan farmen. Want ik heb ongeveer 2 stacks met flint. Alleen ik heb lang niet genoeg feathers om arrows te maken. Dus ja, want ik heb amper arrows. Dus ja, en ik wil echt wel graag iets van pijlen of zo voor die skeletons. Want die skeletons zijn niet meer in die eerste tegenwoordig. Oh, die we toch over arrows hebben. Kennen jullie een nieuwe serie op Veronica genaamd Arrow? Ik vind hem best wel vet. Ik vind die kerel die dat de hoofdrol speelt. Ik weet niet precies hoe die heet. Maar, Oliver. Oliver Queen heet hij volgens mij, ja. En wel, ik vind hem een beetje lijken op, hoe heet die kerel nou ook alweer? Brad Pitt. Ik heb gisteren ook, by the way, die film gezien. Mr. en Mrs. Smith met Brad Pitt. Ik vind ze verdomd op elkaar lijken. Misschien is het ook een Brad Pitt, weet ik veel. Maar ik klink misschien niet hartstikke stom of niet. Nou, eens even kijken. Goed, cows en chickens farmen. Sure, why not. Pigs heb ik op dit moment geen behoefte aan. Dus ja, ook zit jij hier mooi de cows te bewaken. 5 sokken. Even kijken. Die, en die, en die, en die, en die, en die. Perfect. Zo, nou. Maak maar baby's, even kijken zo. En ik ga nog geen kousen oogsten, want ik heb nog veel te veel kousen nodig voor letten. Want anders duurt het weer zo lang, omdat je nieuwe kindjes kunt krijgen en zo. Dus hoe meer kous, hoe beter. Even kijken, chicken, komt u. Hallo meneer, of mevrouw. Dinkgeval. Hond, jij bent geen chicken. Komt u in het hok, alsjeblieft. En ja, hier gaan we uiteindelijk dus 100 chickens houden. Ik ga het gewoon doen. Hier heb ik geen behoefte aan. En jij sterft ook, zo. Dus even kijken. Jij gaat maar met die. En wel, dan ga jij met die. Oké, zo. Dan ga ik even de eitjes gooien. Oké, zo. Ik heb wel eens een keer een vierling gehad, hè. Is dat mogelijk? Kennelijk wel. Ik moet eten. Maar goed, dan ga ik de stofjes maar eens pakken voor, voor het project. Dus ja. Dus even kijken. Oh, level 8 alweer. Ga snel. Even kijken, zo, dan kunnen we dit gaan storen. Ik heb 2 fucking chests hier. Nou, dan gaan we die eerst maar eens even ophalen. En zo. Yo, komt u maar, dank u wel. Ja, tuurlijk de rotzooi. Ik vind dat ze iets van rugzakken moeten doen of zo. Dus ja, ik vind dat echt een mooi gebouw, jongens. Je kunt me nog meer vertellen, maar hij is echt cool. Oké. Oh, wacht, ben ik niet klaar. Zo. Even kijken. En ja, in de farm shed, die wordt redelijk, ja, niet echt super duper groot. Maar ik ga er uiteindelijk wel een furnace room onder maken. Zodat ik, een furnace room, iets van 1 muurtje met wat furnaces. Zodat ik mijn food kan koken en zo. Dus ja, en ook even een kist waar ik alle bones in kan bewaren en zo. Dus ja, het zou mooi zijn als hier een skeleton spawn zou zijn. Even kijken, goed. Wat hebben we weggedaan? Even kijken, die. En die, en eten. Ik neem gewoon wat wortels mee, omdat ik mijn aardappels moet ik eerst weer koken. Nou, weet je wat, ik neem ook gewoon wat aardappeltjes mee, uiteraard. Even kijken, goed. Buckets. Heb ik hier niet. The fuck, waar zijn de buckets? Oh, die heb ik hier niet. Ik heb ook geen iron om buckets te maken. Even kijken, ik heb wel de kolder, die kan ik wel even meenemen. En het is toch donker, dus we moeten toch slapen. Nou, dat is allemaal goed. Even kijken, zo. Pop, 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 porom, 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 porom. Maar ja, dat piggy slacht ik niet, want het is mijn buurman, dus ja. En ik ben een vriendelijke buurman. Tenminste, als de buurman en een buurvrouw ook vriendelijk zijn tegen mij, dus ja. Het is geen kerstmis, even kijken. Ja, buckets. Cauldron. Slapen, goed. Mijn god, we zijn al, wat is het, een paar minuten bezig. En ik heb nog steeds niet, überhaupt de fundering klaar voor de farm. Nou ja. Dit, ja, oké. Ik wist dat ik hier wat voor nodig had. Oh, ho, 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 ho. Fans, Ronald. Zo. En slaps en dat. En jungle food. Is dit goed? Volgens mij wel, oké.
Want ik ga iets met een overkapping doen, zeg maar. Het wordt een simpel farmpje, maar het wordt wel dus zoals een veengaat, zeg maar, met gewoon rijden. En dan ben ik van plan om pilaren als, met fans als pilaar te gebruiken. En dan zo, zeg maar, een soort van, ja, wat is het, overkapping te maken of zo. Oh, hallo, meneer Anus. Oké. Sterf, zo. Jump en slash, even kijken. Slice, dice en het cooks. Pas zoals Junior in house. Even kijken, goed. Even kijken, nou, dan moeten we eerst even dirt hebben, niet? Vul het gewoon hiermee op, zo. Huppakee, klaar ermee. En die zo. En dit. Heb ik nog? Ja. Nee. Ja, oké. Okay. Nou, moet ik hier maar even wat dirt weg gaan halen, niet dan? Oké, okay, zo. Dit is wel goed. Ik kan in ieder geval dit weer mee fatsoenlijk maken. Zo, ja, zo was het of niet? Nee, zo was het niet, maar dat boeit niet. Even kijken. Doen hem daar, oké. Okay. Nee, dat is dat lelijk. Doen hem. Ja, dat staat niet mooi, maar oké. Okay. Goed, poopjes. Actie erbij. Let's do this. Goed, wel, ik ben benieuwd hoe dit gaat uitpakken. Ik heb nog nooit eerder een Coco Bean Farm / Wainwright gemaakt. Dus ja. Even kijken, zo. Die moet ook weg. Perfect. Ja, dan komt dat hier, hè. Oké. Okay. Cody, shit. Zo, ga je hem op pad zetten. Oké, okay, ja, ga ik even naar boven. Zooi halen. Oké. Okay. Dit niet. De chest zit vol. Geweldig. Even kijken. Dit hebben we nodig. Dit hebben we nodig. Ik zat nog zweren dat ik meer van dat woed had. Dat is weer thuis. Jezus Christus. Jezus Christus. La. Even kijken. Woed. Ik neem ook maar meteen de crafting bench mee, want... zo. Snif, snif. Ah, lekker. Even kijken. mijn god. Oké. Okay. Hakken. Teruglopen. Snel. Eten. Ik ga echt gewoon een fucking railroad maken, want dit pad dat... Nee, die railroad ben ik waarschijnlijk net zo snel onderweg. Of net zo langzaam onderweg, nou ja. En het pad heeft wel iets authentics, vind ik. Dus ja. Wel, ik ben dus totaal niet voorbereid. Altijd als ik iets wil bouwen, dat duurt het altijd 50 minuten lang. Of dat ik eindelijk eens een keer wat gedaan heb. Of nou, dat ik überhaupt klaar ben om het te bouwen. Ik heb nog geen blokje geplaatst vandaag. Dit is echt slecht, nou ja. Slechtste playthrough ooit. Woets. Woed. Daarvoor. There we go, oké. Okay. Zit hier nog meer wat we nodig hebben? Haha, ik wist het. Oeh, TNT kan ik maken. Jee, dat gaan we nu niet doen. Uiteindelijk wel, denk ik. Oh ja, ik moet met jullie maar nog een keer naar de desert. Naar ons village. Dat gaan we een keer ruilen en zo. Ja, dat gaan we een keer doen. Even kijken, maar ja, daar hebben we eerst melons voor nodig, want volgens mij worden er ook melons geruild en zo, dus ja, en koekjes en zo, dus ja, ik ga er wel een keer heen en dan zie ik wel eens even wat mensen willen ruilen en dan verzamel ik het hier en dan ga ik recorden en dan, ja, dan zorg ik dat jullie erbij zijn. Even kijken, goed. Nou, ik ga eerst maar eens de pilaar voor de overkapping neerzetten, denk ik, hè. Hier komt één. En dan zo. En dan komt er aan beide kanten komen er... Maar dit klopt niet. Zo, want ik moet er langs kunnen lopen. Ik op de pad omheen, hè. Dus 1, 2. En dan moet hier weer een pad komen. En hier komt een pad. Oké. En dan 1, 2, en die. En dan komt hier die. Oké. En dit... Nee, het moet in de lengte. Dan maak ik gewoon één lange. Want ik heb niet zo heel veel ruimte hier. Dus ik moet het in de lengte doen. Goed, waar is de dirt? 1 dirt maar. Oh, hier is de andere. Oké. Dank u. En zo. Nou, dan moet ik het in de lengte doen. Dus even kijken. Nou, er komt hier. En hier. En dan 1, 2. Daar. En dan moet ik dit gewoon even weghalen. Zeg maar. Dan haal ik die boom ook maar even weg. Zo, oké. Okay. Mooi. Perfecto, perfecto. Yes, yes. Oké, okay, dan moeten we de dirt weghalen. Oké, dit ook nog, zo. We doen gewoon een complete berg uitgraven hier zo, nou ja. Moet maar dan. Want ik kan allemaal niet doen voor Minecraft, even kijken zo. Zo,
Dat gaf ik gewoon hele zoor in één keer. Ja, weg zo, zeg maar. Haal die birch boom ook maar even weg. Ik heb de ruimte hier. Ik plant uiteindelijk wel boompjes terug. Alleen, ik moet eerst ruimte hebben hier. Goed, dan moeten we dit maar even weer. Ja, mooi menen, zeg maar. Want ik wil dat wel dat het een beetje op een berg lijkt. Want dit lijkt gewoon even helemaal nergens op. Wees even eerlijk. Ja, birch boom, move. Nou, ik heb in ieder geval meer birchwood, dat is goed. Zo. Ja, dan krijg je weer een beetje een berggevoel, hè. Want anders lijkt het gewoon drie keer nergens op. Maar dat willen we niet. Oké, kijk, zo. Oké, ja, dat moet wel een beetje weer op iets lijken, hè. Doe mijn best. Kijk, nou hier komt het. Zo, nou dit is goed. Als er helemaal weer gras op groeit, dan lijkt dit wel enorm weer, ja, weer mooi, zeg maar. Nou, 1, 2, 3, 4, ding. 1, 2, 3, 4, ding. Ah, dat kan niet. Nou, dan doen we er hier eens zo. En hoeveel zit er dan tussen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, nou dan kan er daarin. Oké, okay, mooi. Nou doen we dat toch. En zo. Stomme. Lies, ga toch weg. Even kijken. Nou, zo nog maar. Oké. Okay. Nou, even kijken. Ik haat dit. Hup. Zo, 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 zo. Zo, oké. Okay. Goed. Nou dan. Dan moeten wij beginnen met de fence. Dirt er maar bij halen. Ik heb in ieder geval weer een paar stacks met dirt. Dat is goed. Ja, dan kan ik deze dag gaan doen. Zo, zo. Nee, Ronald. Andersom, oké. Okay. Upside down. What the fuck, hoe moet ik dat doen? Oh, ik weet het al. I know. Dit is een grapje, zeker? Ja, ik ben aan het recorden, man. Wat is dit dan weer aan die stomme telefoon? Ja, het zal wel. Ik ben aan het recorden. Wat begreep je dat het wordt recorden, man? En neem dat ding nou op dan. God, hoor. Ja, ik neem hem. Ja, die dus. Kijk, zo pissig op bannen. Even kijken. Nou. God, hoor. Is dit niet een beetje hoog? Komt er nog een rij boven? Ja, yeah, oké. Okay. Ja, leuke grap, Ronald. Maar... mijn excuses voor dat, jongens. Ik had echt zo pissig geworden. Hè. Het is gewoon telkens als ik aan het recorden ben, dan gaat die scheidtelefoon. Ik kan daar echt gewoon woedend op worden. Het is niet erg als het één keer gebeurt, maar het is de laatste tijd gewoon fucking iedere dag raak wanneer ik aan het recorden ben. Huppakee, oké. Okay. En, wat een kut inventory. Ja, jongens, ik ben helemaal boos nou. Mijn god. Oké, okay, dit... en dit, oké. Okay. En dit, en dit. En niks anders. Die klote boog kan ook wel weg, zo. God jongens, even kijken. Nou, en die fence heb ik nodig. Torches, opgesodemieterd. Jullie zien mij niet vaak zo jongens, dat beloof ik. Maar soms kan ik gewoon wel even iedereen de nek om te draaien. Even kijken, we kunnen... het is denk ik leuker als we dit zo eentje terug doen, zeg maar. Even kijken, geloof me, hier gaan veel cocoa beans aan groeien. Want ieder dingetje in cocoa beans. Dus ja, 1, 2, 3, nou weet ik veel. Je kunt het zelf wel uitrekenen, dat ga ik allemaal niet doen. Daar ben ik helemaal niet van plan. Ik ga er gewoon een fucking trappetje op maken. Zo, nou. Heb ik, is dat... godverdomme. Stairs. Boom, zo, dat is wel genoeg. Slaps. Ik heb 1.007.188 slaps nodig. Ik maak dit gewoon allemaal slaps. Ik verspil waarschijnlijk te veel wood, maar dat boeit me op dit moment geen ene reet. Even kijken. Ik moet alleen wel zorgen dat het upside down blijft. Zo. En right there. Oké. Okay. Not niet genoeg. Goddomme. Ik heb niet eens wood meer. Godziep. Kan ik helemaal weer de boef toe? Nou ja. Kijk, hier hebben we wood.
Nou. En die, en die. En die, en die. Het zal, dit is wel goed. Zo, dit is wel prima. Zo. 12, oké. Nou, ik werk door de nacht heen, want ik wilde klaar hebben voordat ik de episode afsluit. Even kijken, zo. En die, en die. En die, die. Spijt me dat ik niet genoeg voorbereid was, jongens, maar soms heb je van die dingen. Nee. Oké. Okay. Die, 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 die. Als ik geen genoeg slaps heb, draai ik iemand zijn nek van de romp. Even kijken. Kijk, perfect genoeg. Nou, jongens. Zo is het dan, hè. Er wordt nog wel wat beter gemaakt en zo, maar... Met een pad en zo van Jungle Wood. En dan komen vines aan te hangen. En het wordt best wel jungle-achtig en zo. Dus ja, maar dan kun je hier gewoon veilig onderdoor en zo. Maar goed, jongens. Ik ga het hierbij laten voor vandaag. Mijn excuus voor mijn boosheid net. Maar het zat me gewoon even niet mee. Maar goed, ik ga jullie vragen om even een like achter te laten. Even te subscriben naar ShadowGames23. En even mij te volgen op Twitter. En dan zie ik jullie hopelijk de volgende keer weer. Ben weer. Ronald speelt Minecraft. Later, mensen.